Nou, ik wil niet veel zeggen, maar dit is toch wel fantastisch. Dit is wel, dit dorp is te prijzen, want dit ziet er zo mooi uit. En we hebben hier zo rustig geslapen. Er zijn al heel veel mensen vroeg op pad. Je zit hier natuurlijk aan het water, maar het is bij een sportpark. In dit plaatje, ik zal straks nog even zoeken aan Jurgen de naam. Maar een dikke 10 voor dit dorp in Frankrijk. Voor zo'n mooie plaats. En dan ook nog eens gratis voor de camperaars. Dat is echt niet te geloven. Ik sta er helemaal versteld van. Wap, gaan we rijden, Wap? Gaan we naar een ander plekje toe? Goedemorgen, Jurgen. Oh, Loentje. Mag jij het laatste bakje uitlikken van de Griekse yoghurt? Zit de hele gezicht al. Even kijken. Loenepoenensoen. Oh, kijk nou. Is ze helemaal onder de te plak straks, Jurgen. Lekker bakje koffie. En Spike is ook al buiten geweest. Kom eens hier. Laat je af, doe. Lekker ding. Ik denk niet dat het plakt. Dat het even met een doekje staat. Nou, niet op mijn benen. Oeh. Kijk eens wat een bruine been ik heb. Nu hebben we ook zo'n korte broek weer aan. En we gaan weer een stukje verder rijden, Mop. Ja. Heb je er zin in? Ja. Lekker vroeg. Lekker koel. Het is een stuk kouder hier, hè? Ja, de nacht is het wel erg lekker. Ik heb vannacht met een t-shirt met lange mouwen geslapen. Maar het is wel lekker, hoor. Met jouw sportshirt heb ik aangeslapen, met lange mouwen. Ja, ik zag het, ja. Nou, kijk eens. Slim fit. Slim fit, ja. Vertel het maar. Vertel het maar, vertel jij het maar. Ik zeg helemaal niks, vertel jij het maar. Jij rijdt in de camper. Benzine is op. Diesel. Diesel is op. Ja, want de benzine, of de meter, de hoeveel erin zit. Gaf het niet aan. Die doet het niet meer. Op een of andere duistere manier. Maar, gelukkig, met de auto en een tankje en een ding. Een beetje scheef houden. Zo. Ik rij naar de... Heel voorzichtig, de klok, 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 klok. Nou, we hebben weer 10 liter diesel erin. Dus we gaan nu even de auto starten en keren. En dan gaan we als eerste even naar de benzinepomp om vol te tanken met diesel. Dat we niet weer stilstaan natuurlijk. We rijden hier dwars door de natuur. Jurgen, die zal wel denken, waar gaan we in godsnaam naartoe? Nou, ik heb ook echt geen idee. Maar, ik hoop maar dat de camper omhoog komt. En dat de weg goed blijft. Ik zie wel een boot. Ik ben benieuwd. Ik zie hier een autootje, ik zie hier een boot. En ik zie een auto die in de kant ligt. En er komt een trekker aan om hem eruit te trekken. Maar goed, het is hier allemaal natuur. Natuur. Grand Parc Naturel de Français. Ik heb echt geen idee. Nou, we gaan weer verder. Het is hier wel super groen, hoor. Het is hier echt één oase van rust. Kijk, daar staat het. Parc Regional Naturel. Hij wilde dat ik daar een helmpje naar beneden ging. Welke? Jong, Zandpaal. Daar! Ja, daar zit een camping. Nee, dat is hier dan. Maar ik had een camping ingetikt.
Ik heb dus een stuwmeer gevonden onderweg. Eens even kijken. Hey. Zie je dat? Als dat geen meer is, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik het niet meer. Niet meer. Een meer. Een stuwmeer in Frankrijk. Kijk, hier kunnen ze het water doorlaten. Zie je dat? Als hij te vol is, denk ik. Even kijken. Even kijken hier. Kijk. Kijk. En daar staat een huis. Dus dit is de overloop. Zie je dat? Jij ziet weer wat. Kijk, dit is die overloop in de rivier die ze open kunnen zetten. Kijk eens, natuurcamping. Nou, aan een meer. Heel groot meer, wat jullie net zeggen. Kijk eens, daar staan wij ook. Wappo ligt lekker buiten. Natuurcamping, dat lijkt het niet. Jij lijkt wel of jij last van je neus hebt. Ik ben dan hier in het binnenland, of ik begin al te niezen. Heb je last van hooikoort? Dat ik allergisch ben voor het binnenland. Dat denk ik ook. Papo! Sst! 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 Papo doet ook weer mee met praten. Kijk. Mooi hè? Ik zal zo even naar beneden lopen, even het water voelen. Rustig, Wap. Kom, Wap, kijken. Wap, kom. Wappo, kom. Lopen. Gaan we kijken. Kom, Wap. Kijk eens. Wat een meer, hè? Kom hier, Wap. Niet in het water. Zie je het? Wauw. Dat is flink, hè? Wap, die wil gelijk gaan zwemmen. Dit, hè, staat normaal ook onder water. Kijk. Dus normaal staat het meer hoger. Nu is het helemaal groen. Het water is lekker. Dus ik denk dat ik Stefan Jurgen heb. Wappo, doe nou toch eens rustig. Jeetje. Even aan Jurgen vragen of hij gaat zwemmen met me. Het is hier wel mega groen, zeg. Het is echt niet normaal zo groen. Ik hoorde hier ook paarden. En daar zie ik eentje lopen. Dit is een klein paardje en lopen we langs deze kant weer omhoog. Want hierboven zitten ook twee hondjes. Anders gaan die ook gigantisch tekeer. Dus laten we dat maar niet doen. En dan zitten we weer op de... camping. Bang. Want daar is het al. Kijk jouw ding, hoe hoog dat zit, hoe raar dat ziet op uitziet. Op de camping. Dus wat gaan we kijken? Ik zou nieuw in. Want we kunnen nu weer tv kijken. Hoe raar is dat? En we kunnen ook weer het nieuws volgen. En ik weet niet of we daar nou zo blij mee zijn. Maar heb jij enig idee wat we kunnen gaan kijken? We gaan het eens even bekijken. Is er iets leuks op tv? Even kijken. Vast niet. We iets kunnen vinden. Wat, dan kijken we op Netflix. Want tv is sowieso niks.
Nee. Dus, altijd weer lastig wat we gaan kijken. Hey Sunshine. Oh, kijk. Zo. Dan zie je tenminste wat. En? Lekker gedoucht. Oh, hey. De sportlegging is weer aan. Voor het eerst sinds juni heb ik weer een. Echt, hè? Ik voel bij mij ook van, ja, ik had hem gisteren natuurlijk al aan. In Le Mer. Le Mer? Ik had net ook een heel druk gesprek met een man bij de douche. Oh ja. En ik wil even praten. Ik begin in reprimanden. Ik praat reprimanden? Spaans, Engels en Nederlands door elkaar. Reprimanden? Wat is reprimanden? Nou, ik begon te vloeken. En toen kwam de man van de Beagle. Die kwam van het toilet af. Die zei, nou, ik weet niet wat ik aan moet horen. Maar ik hoor allerlei talen door elkaar. Ik zie dat, dat heb je mooi gehoord. Yeah. Ik vind het zo lastig om dan een ander, omdat je iedere keer Spaans wil praten. De douche was lekker, hè? De douche was heerlijk. Ik ben gelijk... De dokkies liggen ook rustig. Ik ben gelijk in de slaapmodus. Dit is de eerste warme douche sinds 2 weken. Nou, ik had liever een koele douche dan een warme douche afgelopen weken. Zo bloedgeslagen reed als het was. Nou, dit is de eerste douche überhaupt in 2 weken. Nee, we hebben wel gedoucht, maar koud gedoucht. En we zitten hier aan een meertje. En dat je de mensen volgens mij al laten zien. Ja. Nou, ik heb niet gedoucht, ik heb me gewassen, want... Er was geen douche. De buitendouche? Aan de camper? Jawel. Je hebt hier wel eens een keer gedoucht. De buitendouche, ja. Ja, precies. Spike, zeg je? Oh, nee, Spike wil geen douche zeggen. Weet je wat hij heeft? Hij zit constant voor de koelkast te krabben zo. De macaroni. Mijn kleed ligt niet goed. Oh, nou die gaan we eens even goed leggen. Een hele goede morgen, Jurgen. Goed geslapen? Wat gebeurt er hier? Oké, ik wou van hoe. Wat moet ik? Opening. Help! Nou. Ja. Zag je wat Wappo deed? Die ging zo met zijn hoofd naar beneden. Die denkt... Nou, ik moet er helemaal van hoesten. He? Wees maar blij dat je daar staat. Het is net zo'n hert. Luna moet even de energie krijgen. Luna! Lopen! Luna toen. Een hele grote hond. Nee. Mag niet. Nee. Luna. Ons hert ruikt wat. Ja hoor, dit meen je toch niet? We zijn weer in Nederland.
meteen regen. En ik ga even in de auto die helemaal schoon gepoetst is. Heerlijk. Ga ik even, oh dat gaat natuurlijk niet, even alle spulletjes ophalen. Want nu ik weer terug ben, kijk of ik hem misschien ergens neer kan zetten. Nu ik natuurlijk weer terug ben, kan ik zelf de boeken. Ik denk niet dat het goed gaat. Nee. Oh, nou, ja. Beetje schuin beeld, maar dat maakt niet uit. Ga ik zelf weer de boeken versturen. Dus ik heb alweer het een en ander ingepakt. Lekker disco in de auto. Ik heb alweer het een en ander ingepakt. Alleen, ik moet natuurlijk nog de verzendlabels printen. Nou, en dat gaat natuurlijk niet zonder printer. Dus die ga ik eventjes ophalen. Printpapier. Zodat ik de boeken weer kan versturen. Dus ik hoop dat... Oh, mooie auto rijdt er even voorbij hier in Roderwijk. En daarna, en dan hoop ik dat het daarna is gestopt met regenen. Want wij hebben ook een kijker voor de auto. Voor de caddy. Dus wie weet... Is hij straks wel verkocht? Normaal zou je niet blij zijn, maar ik ben wel blij. Nou, ik denk ook dat wel dat andere mensen blij zijn. En zoals je kan zien, denk ik dat het tijd is om ook even mijn nagels te doen. Want dit ziet er niet uit. Heerlijk weer eventjes lekker nageltjes doen. Maar goed, ik ga nu rijden. En als ik hem aan doe, dan komt er weer herrie. Dus ik ga rijden en dan straks lekker de boeken versturen. We zijn weer onderweg. Kijk eens door wat voor dorpjes wij komen. Het is echt bizar. Dwars door Frankrijk. Door een natuurgebied. Nou, dit is echt niet normaal. Kijk. Het is allemaal Franse huisjes, châteaux. Het is echt een route. De formidable. Hij zou een Frans muziekje eronder doen. Kijk eens hoe mooi. Al die huisjes met die luikjes. Dat is toch net een ansichtkaart. Een groen dat hier is. Dat is echt niet normaal. Grote hekken. We klimmen omhoog. Nu gaan we dus door die straat heen waar we net die huisjes in de hoogte zagen. Oeh, er komt hier even een vrachtwagen door komen zitten. Zo. Nou, mazzel dat ik aan het filmen was. Want als er wat gebeurd was, dan had ik het gelijk op film staan. Jeetje. Er is een of andere slag geweest hier. De Slag de Navarie. Dat is de slag om... Ik weet het niet, het is een oorlogsmonument. En ik zal straks even kijken waar het voor is, want ik kan nu niet zien, we rijden er langs. Maar dit is dus een oorlogsmonument, want er was dus daar verderop ook een begraafplaats waar allemaal soldaten van de Tweede Wereldoorlog Marie-Épée liggen. Het is hier heel uitgestrekt. Kijk eens. Het is alleen maar landerijen, valleien, vrachtwagens die binnen doorgaan. De route gaat door. En daar rijden we dan in Nederland. Kijk. Jurgen rijdt achter mij. Ik ben even voorbij gegaan, want ik rijd het over mij. Ik ben het wel een beetje zat nu, na al die dagen. Maar goed, we zitten bijna op de Nederlandse grens. En dan is de hele reis nog 33 kilometer naar Breda. En dan is de hele reis naar Nederland weer voltooid. Stuk in de lip nog steeds. Maar dan zijn we heel overgekomen gelukkig. En dan Daniel en Demi zijn natuurlijk al thuis. Dus nog een denk ik een drie kwartier.
En dan zien we elkaar weer na 2,5 maand. Dus dat is best wel lang. Dus dat is best wel gezellig. En dan vanavond is weer voor de eerste maaltijd samen. Hoe leuk is dat? Kijk eens wie eraan komt. Hij zwaait. Hij gaat voorbij. Met die stoere camper. Ja, even achter hem aan natuurlijk. Dus, willen jullie nou een leuke camper kopen? Nou, en jullie willen zeker ervan zijn dat hij goed is en dat hij dat allemaal aan kan. Hij is te koop. We gaan hem te koop zetten, mensen. Dus, doe even een privéberichtje en dan voorzien we jullie van de informatie. Ja, en we hebben net nog even getankt. En we hebben voor 1,78 getankt langs de snelweg. Dus dat is de 95 voor 1,78 langs de snelweg. Moet je nagaan. Hoe goedkoop in België? In Frankrijk was de diesel of de benzine 1,72, 1,74. Ook super goedkoop. In Spanje was de 95, 1,70, 1,68. En dan kreeg je ook nog eens de korting van de staat. Dus hoe goedkoop is dat? Hoe kan het dat het dan zo duur is in Nederland? We zijn toch één Europa? Dus ik weet het niet wat er aan de hand is. Maar ik snap het even niet. Spanje goedkoop, Frankrijk goedkoop, België goedkoop. En Nederland weer super duur. Leg het mij uit. Oh ja, we zijn weer in Nederland. Ja ja, we hebben het geschafft. We zijn weer over die grenzen. We zijn weer over de Nederlandse grens. En nou, dan gaan we eens even kijken wat we hier allemaal kunnen doen. En wanneer we natuurlijk weer terug kunnen. Ja hoor, kijk eens. De afslag naar Maarsen. De rit is nu echt bijna helemaal volbracht. Nog een paar afslagen en dan zit hij erop. Dan zijn wij weer in Nederland aangekomen, gelukkig. Heel oud. Kijk, Skydive City. Groen, 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 groen. Nou, we hebben natuurlijk heel veel groen gezien. Nog een paar bochtjes. En dan zijn we er, mensen. Hoe leuk is dat? Ook weer leuk, toch? Moet je ook eerlijk zeggen, ik ben het nu wel een beetje zat. Kijk eens aan, daar gaat het knipperlichtje aan. En daar rijden wij de wijk in. Wat een drukte gelijk hier zo in die wijk. Ongelooflijk, zo druk. Maar goed, we zijn aangekomen. Eens even kijken of Demi er is. De scooter staat voor van Demi. En de camper is open. Ik denk dat Demi... Oeh, hij draait. Jurre gaat hem ernaast zetten. Kijk eens aan. Waar staat hij? Daar is hij. Volgens mij... Is er iemand blij? Wie ziet zij? Wie ziet zij? Wie ziet hij? Volgens mij zijn ze blij. Kom, kom. Oh, oh jeetje. Hallo. Lang niet gezien.
Zo! Goed gegaan? Ga hartstikke goed gegaan. Ik ken jou niet meer, joh. Gemist, dat hij jou ook gemist. Ja. Tuurlijk heeft hij mij ook gemist. Hij werd helemaal gek. Hé. Och, ja. Och, zo. Mijn hoofd. Zo, hoe is het? Goed. Ja? Ja. Alles en iedereen is weer veilig thuis. We zijn weer met z'n allen. Ik zal jullie ook even meteen laten zien. We zijn weer druk. Dat zien jullie in de volgende vlog waarmee. Ik heb de oortjes in voor de... Hoe noem je dat? Om de vlog te maken. Kijken we eens even. Hebben we allemaal lekker gemist. Dus. Die laptop staat hier voor zonde. Die krijgen weer een dolle buik. Wat is dat toch wel? Kijk, die hebben ook het huis gemist. We zijn ook blij dat ze er weer zijn. Maar de volgende vlog zien jullie waar we allemaal mee bezig zijn. Dus vonden jullie deze vlog leuk en zijn jullie net zo blij als wij dat iedereen weer veilig is aangekomen, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En natuurlijk een leuke reactie te schrijven, want Jurgen gaat ze allemaal weer lezen. En dan zien we jullie volgende keer weer. Doedels!